Beste dames en heren, van harte welkom allemaal en fijn dat ik u hier vandaag mag toespreken tijdens de dodenherdenking in Gulpen-Witte. Door het coronavirus zien 4 en 5 mei er dit jaar anders uit. We kunnen de oorlogsdoden niet gezamenlijk gedenken en kunnen ook niet samen de vrijheid vieren. Persoonlijk vind ik het best moeilijk om nu hier niet fysiek samen met u hier te staan. Maar aangepast aan de omstandigheden willen we toch stilstaan bij 75 jaar vrijheid en gedenken, hier op deze bijzondere plek. Het verzetsmonument achter mij draagt de titel Den Gevallene en is opgericht ter nagedachtenis aan 43 burgers uit het district Gulpen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en later in het voormalig Nederlands-Indië door oorlog of verzet zijn omgekomen. Zojuist, na het gebruikelijke signaal Tap to Infantry, uitgevoerd door de heer Blazer van Harmonie Sint-Petrus Gulpen, waren we 2 minuten stil. Heel Nederland was 2 minuten stil. We herdenken hiermee alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Mensen aan wie wij onze vrijheid mede te danken hebben. We willen hun hiervoor blijven bedanken en ons blijvend realiseren dat vrijheid die wij genieten niet vanzelfsprekend is. De wereld staat stil door corona, dat misschien wel de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. We worden geconfronteerd met iets waar we geen controle over hebben. Bedrijven en ondernemers weten niet hoe ze de crisis gaan doorstaan. Sommigen vrezen voor hun baan. We blijven thuis. Kunnen veel van onze dierbaren niet meer bezoeken en we ervaren in onze directe omgeving hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is. We worden teruggeworpen op onszelf, zoals nooit tevoren. Sommigen van ons worden teruggeworpen naar hun kleinste kring. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten er zuinig op zijn. Haar voeden, koesteren en doorgeven aan onze kinderen. Want dat we zelf kunnen beslissen welke keuzes we maken en hoe we ons leven leiden, dat gunnen we iedereen. Het is ons kostbaarste bezit. Scouting Sint Martinus Mechelen heeft hier met de jeugd de volgende generatie dus ook bij stilgestaan. Lieve jongens en meisjes, veel dank voor jullie actie van de herdenkingssteentjes. Jullie hebben afgelopen weekend beschilderde steentjes verzameld in de kleuren rood, wit of blauw. Iedereen kon een steentje inleveren en er een naam op zetten van iemand waar de gedachte naar uitgaat. Met deze steentjes hebben jullie hier bij het monument een mooi kunstwerk gemaakt. En ik vind het fijn dat Lotte samen met haar moeder Elfie als vertegenwoordigers van de scouting hier aanwezig zijn. Laten we stilstaan bij iedereen die zich ook vandaag op welke manier en waar dan ook ter wereld inzet in de strijd voor een vrij en vredig bestaan. Vrijheid heeft aandacht nodig. Alleen samen zorgen we ervoor dat onze vrijheid kunnen blijven voelen. Niet alleen vandaag, maar elke dag opnieuw. Dank u wel.